En hier staan we live voor TV Ekkerhem Groen bij Kenny en de bevallige assistentes, die vandaag ons exclusief willen tonen hoe je een heveltuintje maakt. Kenny, kun je eens de procedure schetsen? We beginnen met het opmeten van het heveltuintje in wording. Claire, wil je even opmeten waar ons heveltuintje komt? Hoe groot moet het trottoir zijn om een heveltuintje te kunnen maken? Je moet een vrije doorgang hebben van 1,20 meter. 1,40 meter. Hoe pak je dat dan aan? Dan tekenen we ons heveltuintje af, dat we dan 20 centimeter breed worden. En dan bepalen we hoe breed natuurlijk het langs de gevel zal worden. Terwijl we zien dat we hier een tuintje maken van 20 centimeter breed. We gaan daarin een paar vastplanten en wat klimplanten gaan aanleggen dan. Een heel belangrijke vraag natuurlijk. Welk zou de beste plant zijn hier in dit geval? Wel, hiervoor gaan we live over naar onze plantdeskundige Els natuurlijk. Ja, deze gevel staat dus voornamelijk in de schaduw. Dus hebben we de keuze tussen planten die half schaduw schaduw of volledig schaduw planten minnend zijn. Dus bijvoorbeeld een kamperfoelie als klimplant met dan de vaste planten citroenmelisse en munt als combinatie aan de voet daarvan. Als ik nu wat meer kleuren wil, een winterjasmijntje? Winterjasmijn zou ook kunnen in schaduw en als kleurvoort herfstanimonen aan de voet daarvan, dat kan ook. Kenny, praktisch nu. Als je zo'n heveltuintje wil, wat moet je dan juist nog doen? Je vult een dossierje in. Er bestaan drie blaadjes. Je maakt een kleine schets van het heveltuintje. En dat kan ingediend worden in de Krijgsgassenstraat 139 of in de Ekkerhemstraat 46. En dat tot einde mei. En vergeet de voet. Oké. Dank u voor deze informatie. We zullen met de TV Ekkerhem het groene Ekkerhem nou opvolgen. En dus binnenkort hebben we hier dan een fleurige groene buurt. Dat is de bedoeling.